Op links, hè, dat willen ze maar niet begrijpen, vrienden. Nee, dat snappen ze nog steeds niet. Waarom ze de verkiezingen hebben verloren eigenlijk. Waarom ze zijn afgeserveerd en waarom rechts heeft gewonnen. Ik heb twee voorbeelden weer om aan te geven dat ze het nog steeds niet begrijpen. En dat ze er niets van snappen. Kijk nou naar die wethouder weer. Daar in Noord-Holland. Hollands Kroon. Zit een wethouder van GroenLinks. En daar willen ze dus 2,5 miljoen, kun je je voorstellen, zonnepanelen op het IJsselmeer neerleggen. 2,5 miljoen. Oeh. Ja, kiriwiet. En daar was dus verzet tegen. Dus mensen dachten van, dat is een slecht plan. En toch ging deze wethouder stiekem ook nog eens een keertje dit plan zitten door te douwen en door te drukken. Ja. En terwijl mensen daar helemaal niet op zitten te wachten. Mensen hebben helemaal geen zin. Nee. In die linkse klimaathobby. Nee. Het is toch verschrikkelijk. En dat snappen ze niet en dat begrijpen ze niet. En daarom maken ze rechts alleen maar groter en groter. En tegelijkertijd kreeg ik ook een bericht van een fractievoorzitter van de stadspartij Sittard Geleen. Ik weet het bestaan er niet van, maar die schrijft mij en die zegt, Harry, bij ons in de gemeenteraad, daar zitten GroenLinks en de Partij van de Arbeid, die zijn de spreidingswet aan het doordrukken. Die zitten nog steeds AZC en dingen te promoten en noem het allemaal op. Hij zegt, terwijl ze in Den Haag het tegenovergestelde hebben besloten nu. Ja! Hij zit hier, helemaal van de gekken. En die snappen dus ook niet daar, die GroenLinks en Partij van de Arbeid, dat de mensen dat ook niet willen, die spreidingswet. En dat ze hebben verloren op het item immigratie. Ja, dat ze dat al die jaren hebben laten lopen. En dat ze daar niks aan hebben gedaan. En dat ze daar op nu enorm worden afgerekend. Dat begrijpen ze nog steeds niet. Nee, het is wat, vrienden. Op links, ja, het zijn drammers. En ook nog eens een keer hardliggers.